We leven in een maatschappij die in ijltempo digitaliseert. Voor heel wat organisaties heeft dat een bijzondere impact. De doe-het-zelf-keten Hubo wil niet alleen de concurrentie aangaan met e-commerce, maar ziet ook andere uitdagingen. Hoe komen disruptieve modellen, Uberiaanse modellen, ingecijpeld in onze sector? De Ubers, de Airbnbs van deze wereld. Bijvoorbeeld, als ik u vertel dat gemiddeld een boormachine maar 4 minuten per jaar wordt gebruikt, dan is de deeleconomie niet ver meer weg. Die sharing, het delen van producten, is niet zeer onverstandig. En daar moeten wij waakzaam voor zijn en op anticiperen. Ook de dienstensector digitaliseert. Het ziekenfonds CM implementeert momenteel een nieuwe digitale strategie. Die moet meer gebruiksgemak opleveren voor de leden. Dus we willen dat het lid meer en meer kan kiezen, wens ik naar het kantoor te komen, wens ik telefonisch geholpen te worden, of wil ik het misschien zelf doen via de website en dan via mijn smartphone of tablet. Wij willen ook in die aansturing en digitalisering willen wij ook proactiviteit brengen. Het verloop van een dossier uitkeringen is eigenlijk een bepaalde cyclus. En wij willen daarin onze leden beter begeleiden en dus echt op bepaalde cruciale momenten een boodschap geven, informatie geven of informatie vragen. Dezelfde ideeën leven vandaag ook bij lokale overheden. Zij stellen zich de vraag hoe ze het beste ten dienste kunnen staan van hun inwoners en bedrijven. Et donc je crois que pour améliorer le service à la population, la tendance sera de moderniser l'administration, de la restructurer, de la regrouper, ce qu'on va faire ici à Uccle, puisqu'on vient d'acheter l'année passée un bâtiment de 13 000 m2, où on va placer toute notre administration, qui pour le moment est répartie dans 8 bâtiments différents. Een nieuwe organisatiestructuur uittekenen is een complexe opdracht. De gemeente Uccle besliste daarom om een beroep te doen op een business consultant. Donc tout ça nécessitait un consultant qui fasse un état des lieux précis de la manière dont fonctionne l'administration actuellement, des besoins du personnel, du ressentiment qu'a le personnel par rapport à la masse de travail. Tout ça doit s'étudier. C'est ce que nous avons fait en consultant Mobius. Business consultants helpen zowel bedrijven, overheden als social profit organisaties bij strategische projecten die hun werking veranderen en verbeteren. En daar is steeds meer vraag naar. Mobius zoekt dan ook versterking. Well, business consultancy is vooral een people business. We willen de vragen van de klanten goed begrijpen om hem goed te kunnen helpen. De vraagstukken kunnen kwalitatief, kwantitatief zijn. Dus we hebben nood aan mensen met dat soort inzichten, zowel jonge mensen als mensen met opgedane vakkennis. We willen vooral dat ze oplossingsgericht denken, waar mogelijk ook een stukje innovatief. Een stuk ook ondernemers die voor onze klanten werken alsof ze voor zichzelf werken. En in alle projecten die ze opzetten, geven de consultants bijzondere aandacht aan de betrokkenheid van de medewerkers. Zij moeten de strategieën immers waarmaken op de vloer. Een strategische operatie is geslaagd wanneer de mensen op de werkvloer het als een verandering ervaren hebben en als een positieve verandering ervaren hebben. Want heel vaak is de insteek voor een strategische verandering eerder negatief. Kostenbesparing, markt die achteruit gaat en dergelijke meer. Maar we moeten dat toch altijd proberen te kaderen in een positief verhaal waar men op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen, nieuwe opportuniteiten. En als dat op de werkvloer doordringt, dan is het verhaal geslaagd.